Namens de hele VVD, goedemorgen Nederland op deze woensdagochtend. Kijk aan. Ook het nieuwe inreisverbod van president Trump wordt aangevochten. Te gast deze ochtend zijn presentatrice Annico van Zanten en minister van Defensie Janine Hennis. En met haar hebben we het over de veiligheid. Want volgens deskundigen moet er veel meer geïnvesteerd worden in onze krijgsmacht. In een onveiligere wereld zullen we onze defensieinspanningen moeten opvoeren. En dat betekent ook dat er meer geld naar Defensie zal moeten. Het is 12 minuten over 8. Dit is Goedemorgen Nederland van WNL. En het is vandaag woensdag 8 maart. Welkom terug bij Goedemorgen Nederland. Welkom bij deze speciale uitzending. Want we hebben gast, hoofdredacteuren tot en met de verkiezingen, 15 maart. En vanochtend is dat Mark Rutte. Ja. Goedemorgen. Leuk hier te zijn. We zijn al een eind op weg en het gaat eigenlijk hartstikke goed. Je vindt het nog steeds leuk ook? Ik vind het nog steeds heel erg leuk. We zeggen je en jij, ook dat gaat goed. Ik was bang dat ik daarmee de mist in zou gaan. Maar nee, het gaat allemaal heel gezellig hier. We beginnen even met het nieuws van de dag. En dan wil ik graag van jou weten wat dat voor jou is. Ja, voor mij is dat het eigenlijk vandaag even voorlopig de laatste campagnedag is. Omdat ik morgen en overmorgen in Brussel ben voor de Europese Raad. Dus dan ben ik weer echt premier. Dus dan is Janine even de aanvoerder van de VVD. Morgen en overmorgen, maar vandaag nog zelf op campagne. Oh ja, ik wou zeggen, helemaal stoppen met campagne voor. Nee, ik neem het vrijdagavond weer over en dan ga ik vanaf zaterdag weer door. Maar morgen overmorgen in Brussel, belangrijke Europese Raad. Nee, we stoppen nooit. Maar nee, we stoppen nooit. Het premier is even aan het werk in Brussel. Dat is wat hij aangeeft. Nou, wat je dan allemaal gaat doen, ben ik heel benieuwd. We gaan eerst even kijken naar hoe jij je hebt voorbereid op deze uitzending. Ja. Er gaat natuurlijk al wel wat werk aan vooraf, hè? Goed het ontmoeten. Ja. Ga lekker zitten. Je zit midden, hè? Dat is ook leuk als VVD'er. Ja, heel goed. Hé, 8 maart. Ja. Bent u hoofdredacteur van Goedemorgen Nederland? Dat is een hoogtepunt van de campagne. Heeft u er zin in? Ik heb heel veel zin in. En wie neemt u mee? Ik ga Janine Hennis meenemen. Janine Hennis? Ja. U moet ons even vertellen waarom. Kijk, ze is nu minister van Defensie. Ja. Ze is nummer 2 op de VVD-lijst. Er is echt iets aan de hand in de wereld. Mm-hmm. We leven in onzekere tijden als je kijkt naar wat er in Amerika gebeurt. Rusland, Oekraïne, Syrië. Dus dat lijkt me echt een belangrijk onderwerp om over te spreken. Weet u al wat u aan gaat trekken? Ik vermoed dat ik mij gewoon heel saai een pak aandoe met een das. Het taalgebruik? Jongen in de uitzending zeggen is misschien niet het alles leren. Erop. Nou, ik wil duidelijke taal. Nee, dit is wel WNL, dus we gaan hier natuurlijk niet eromheen draaien. Nou, en het is geen saai pak, het is een goed pak. Dat vond ik ook al. En we hebben net inderdaad mevrouw Hennis al geïntroduceerd. Een hele goede morgen. Goedemorgen. Is het vreemd om in deze hoedanigheid met een interviewer als Mark Rutte tegenover elkaar te zitten? Nee, ik heb niet het gevoel dat de heer Rutte of Mark mij aan het interviewen is. Oh. Maar we zijn het natuurlijk wel aan elkaar gewend en ook gewaagd. Dus het voelt goed eigenlijk. Absoluut. Ja. Nou, dat kan dus nog wel wat pittiger dadelijk. Hè? Want ja, we gaan er even een beetje het vuur in de schenen leggen. Ja, dat moet niet te makkelijk zijn. Pas en maar op, ja. De andere gast is Annico van Zanten, presentatrice van Opsporing Verzocht. Goeiemorgen. Fijn dat je er bent. Ja, het thema van deze uitzending is eigenlijk wel veiligheid. Nou, ligt na het hart. Precies, ons veiligheidsgevoel. We gaan er straks over verder praten. Maar eerst naar onze collega Mark, Maaike Timmerman. Ja, het nieuws van vandaag, Maaike. Ja, en we beginnen bij president Trump, hè, want zijn inreisverbod wordt opnieuw aangevochten. Ja, uw Amerikaanse collega Donald Trump, je kon erop wachten. Ook het nieuwe inreisverbod van Trump wordt aangevochten. Dus er wacht weer een juridisch gevecht. En dat verbod zou eigenlijk volgende week, een dag na de verkiezingen in Nederland, op 16 maart moeten ingaan. En het idee daarachter is dat mensen uit 6 verschillende islamitische landen niet meer zomaar Amerika binnenkomen. Of het dus doorgaat, dat is nog eventjes de vraag. Want de Amerikaanse staat Hawaii stapt naar de rechter. Ze willen een tijdelijke opschorting van dat decreet. En een van de advocaten van Hawaii die zegt eigenlijk is er helemaal niets veranderd. Het lijkt sprekend op dat eerdere inreisverbod. Het enige verschil is dat mensen uit Irak nu wel de VS in mogen. Maar voor de mensen uit de 6 andere moslimlanden is er helemaal niets veranderd. Ja, Donald Trump is nu al een tijdje president. Ben je er al een beetje aan gewend? Ja, het is natuurlijk, we hebben natuurlijk allemaal wel een wenkbrauw opgetrokken toen hij president werd. Het is niet echt een standaard president. En ook dit inreisverbod, dat vorige inreisverbod, was zonder meer discrimineren. Dus daar hebben we ook afstand van genomen. We zijn dit aan het bestuderen of dat verbeterd is. Op een paar punten wel, maar ik ben bang dat we er echt nog niet zijn. Ja. En tegelijkertijd, we moeten wel die relatie met Amerika blijven bouwen. We kunnen het ons niet voorloven om te zeggen, we gaan nu proberen Amerika van ons af te duwen. Want voor onze veiligheid
is die relatie met Amerika erg belangrijk. Ja, dus hoe nu verder met het inreisverbod? Ja, goed kijken wat hij heeft opgeschreven. We zijn dat ook juridisch helemaal aan het doorlichten, wat dat nou betekent. Maar niet meteen gerustgesteld. Oké. Terug naar jou, Maaike, want je hebt hele leuke informatie voor ons van Google. Ja, wij krijgen natuurlijk elke ochtend van Google informatie toegestuurd over de lijsttrekker van de dag. Nou, dat bent u vandaag. U mag gasthoofdredacteur zijn van ons hele mooie programma. En ja, wat willen mensen nou van u weten? Waar zoeken mensen op Google? Overigens, die foto hierachter is van het jeugdjournaal, ja, hè, van het jeugddebat. We gaan meteen beginnen. Op 1 staat Mark Rutte, vriendin. Dat is blijkbaar toch wat het hele land bezighoudt, uw liefdesleven. En dat in combinatie op nummer 2 met Marieke Elsinga tegenwoordig. Ja, van RTL Late Night. Dat is allemaal geen had nieuws, u onlangs een flirt mee, hè, in de Linda. Mark Rutte, homo, staat op nummer 3. Is u heel erg vaak naar gevraagd. En toch blijven mensen er dus op Google. Nou, er zijn ook vragen die ingetikt worden op Google, ook over u dus. En de vraag is, hoe lang is Mark Rutte eigenlijk? Nou, even kijken of dit klopt wat daar staat. Welk geloof heeft Mark Rutte? Ook daar is de Nederlander in geïnteresseerd. En wat ik ook een hele mooie vraag vond in die top 10 is, kan Rutte nog een keer premier worden? En dat is natuurlijk iets wat we ons allemaal afvragen. Daar moeten we toch volgende week voor afwachten of u dat ook gaat lukken. Maar het kan voor mail wel. Want het kan. Ik denk ook dat het gewenst is, zeg ik maar even heel objectief. en verder, geen homo, 1,93 meter en Nederlands hervormd en beleidend christen. Zo, hop, hebben we toch snel vragen meteen weer al die dingen meteen. Annico, jij dacht misschien nog favoriete kleur, want je vond de vraag al. Ja, ik vond het wel grappig. Weet je, er spelen toch heel veel dingen in de wereld. En, maar we willen toch vooral weten hoe lang je bent. Ja, precies, ja. Dan gaan we verder met een collega van de VVD is hier, namelijk staatssecretaris Sander Dekker, want die was op de radio vannacht. Ja, en we weten nog steeds niet hoe lang Sander Dekker is trouwens. Ik weet niet of u dat weet. Ongeveer, is hij groter? Nee, hij is kleiner dan ik. Maar niet veel kleiner. Ik denk, wat denk jij, Janine? Is hij 1,87, 1,85? Zoiets. Zoiets. Nou, als hij nou heel erg beledigd is, merken we het vanavond. Laat ik ga niet, dan heb ik hem zo op de app. Ja. Nou, ik weet, ja, nou ja, daar hebben we dus nog even niet het precieze antwoord op. We hebben ook geen informatie over zijn liefdesleven. Maar misschien zit er wel een carrière-switch in voor Sander Dekker. Misschien raakt u hem ook kwijt. Want hij heeft vannacht gepresenteerd in het WNL-radioprogramma Nog Steeds Wakker. Op Radio 1 is dat. En dat deed hij ontzettend goed. En Sander Dekker, de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, is dit hele uur nog bij ons. Het is 3:15. Dus we moeten even een nachtje doortrekken. Maar als je nou jonge mensen iets kan meegeven aan het begin van het leven, dan is dat goed onderwijs. Ik ben een groot muziekliefhebber. Ze zeiden, ja, dat zijn jonge talenten. Die zouden het echt enorm leuk vinden als je een keer langskomt. En je mag je plaatjes draaien. Ja, toen was ik verkocht. Ik heb vroeger zelf veel muziek gespeeld. Ik ben basgitarist. Maar daar kom ik nu niet meer aan toe. Dus ik luister heel veel muziek. En muziek is voor mij ontspanning. Goedemorgen, Mark. Het is nog precies een week tot aan de verkiezingen. En we gaan er natuurlijk vol voor in deze campagne. Ik heb vannacht met deze jonge radiomakers van WNL het licht uitgedaan. En nu dragen we het stokje aan jou over. Heel veel succes. Dankjewel. Dankjewel, Sander. Geweldig. Ja, ja, wat een talent, hè? Precies. Ja. Ja, dat gaat goed. Ik zei al, misschien raakt u hem echt wel kwijt. Nee. Nou ja, u bent dus inderdaad gasthoofdredacteur van ons programma. En ik denk dat u wel goed geslapen heeft vannacht. Want er waren natuurlijk... Ja, dat is nieuws over de peilingen, begrepen. Goh, nou, het is heel fijn dat u dat eventjes aanstipt. Natuurtalent. Praat ons even bij. Ja, ja, de VVD staat bovenaan in de peilingwijzer. Is voor het eerst de PVV voorbijgestreefd. Waar het iets minder goed mee gaat, ja, dat zal u dan vast ook een genoegen zijn in dat opzicht. PvdA, hè? Nee. Het is geen genoegen. Nee, het is een dierbare collega. En ik wens hem alle goeds toe, ook in deze campagne. Ja, maar het blijft toch een concurrentiestrijd. Dat zeker, kan niet dat ook. Maar het blijft ook, we zijn ook vrienden in zo'n kabinet. Het werk je zo intensief samen, dus ik wens hem toch het allerbeste. Nou ja, het gaat, ja, u wenst hem het allerbeste. Het gaat nog niet al te best. Hij staat op 11, 13 zetels in de peilingen. En hij heeft zelf bij de Wereldrijd Door gezegd dat hij niet meer gelooft in een wonder, om het zo maar eventjes te zeggen. Waar het wel heel erg goed bij ging, was het jeugdjournaal-debat gisteren. Hij zegt dat hij de opdracht meekreeg van zijn zoon om Wilders te dissen. En hij zegt ook dat dat goed gelukt is. Ja, u weet daar misschien meer over. Razend spannend. Zaterdagavond wordt het uitgezonden. Precies. Dan gaan we het allemaal zien. Maar ik kan maar niets over onthullen. Dit is echt staatsgeheim. Dan kunnen we even checken of het hem inderdaad gelukt is om Wilders te dissen. Hij zei wel in de Wereldrijd Door dat hij niet heel erg tevreden was over het RTL-debat. En, nou ja, zoals ik al zei, hij gelooft niet meer in een wonder. Niet in een gamechanger. Iets wat ervoor gaat zorgen dat de PvdA toch weer omhoog schiet in die peilingen.
Ja, en dan gaan we nu naar Annemarie voor het weer en verkeer. En de vraag, Annemarie, is... ja, de VVD wil altijd graag veel wegen in Nederland. Wat we goed kunnen doorrijden. Moet er asfalt bij? Dat is een goede vraag, inderdaad. Ik denk dat de weggebruiker op de A12 daar vanochtend wel wat voor voelt. Want als we kijken naar de A12 van Den Haag naar Utrecht... dan staat daar de langste file van dit moment bij Nieuwerbrug. De nasleep van een ongeval. Zo'n 8 kilometer file. En richting Arnhem, daar staat ook zo'n 7 kilometer. Er staat daar een vrachtwagen met pech bij Arnhem-Noord. 1 rijstrook is ook afgesloten. En ook op de A15, 7 kilometer file... ongeveer een kwartier vertraging in de richting van Oostvoorne bij knooppunt Benelux. Als we kijken naar het weerplaatje, dan ziet dat er vandaag niet zo heel rooskleurig uit. Het wordt een kletsnatte dag. Vanuit het westen komt de regen ons land binnen. En in het zuiden van het land worden ook echt flinke hoeveelheden neerslag verwacht. Ook is het een bewolkte dag met af en toe in het noordwesten van het land een klein zonnetje. De temperatuur komt uit op een graad of 11 en er staat een vrij krachtige westenwind. Foto's van het regenachtige weer van vandaag. Stuur ze via Twitter, @WNLVandaag. Ja, veel dank. Dit is weer professioneel gebracht. En vanmorgen, mensen, hier te gast, Janine Hennis. We hebben natuurlijk te maken met hoge terreurdreiging, zeker ook in Europa. Tegelijkertijd veel instabiliteit rond Europa. Erdogan in Turkije, Poetin in Rusland. Er is echt iets aan de hand in de wereld. En de vraag is dus inderdaad, onze krijgsmacht, ons leger... zijn wij in staat om Nederland tegen al deze dreigingen te beschermen? Nou, nogmaals, Janine, hartelijk welkom. En ook aan jou de vraag, hoe kijk jij aan tegen deze terreurdreiging, tegen al die dreigingen? Wat is voor jou het grootste gevaar waar jij bezorgd over bent? Ik wil nu eigenlijk niet één dreiging eruit lichten, omdat we eigenlijk bedreigd worden door een hoeveelheid van risico's. Je noemde net al Rusland, de positionering van Poetin als militaire grootmacht. De speldenprikken die hij uitdeelt in Georgië, Transnistrië, maar veel verdergaand optreedt met het annexeren van de Krim en destabiliseren van Oost-Oekraïne. Wat er aan de hand is in de Sahelregio, wat ook dreigde te verworden tot een soort vrijhaven voor terroristen. Niet voor niets zitten we met de Nederlandse militairen in bijvoorbeeld Mali, maar ook Somalië en elders in Afrika. En dan hebben we natuurlijk Irak, Syrië, waar men eerder verwees naar de Arabische lente als een soort van moment van hoop. Ja, die hoop is werkelijk waar totaal verdwenen, want het is één groot drama geworden. De opkomst van ISIS, de terroristische dreiging voor onze binnensteden. Het is allemaal met elkaar verweven en dan heb ik het nog niet eens gehad over nieuwe dreigingen, zoals in het cyberdomein. Maar als ik dit allemaal hoor, dat is ontzettend veel. We zouden eigenlijk continu angstig moeten zijn, als ik dit zo hoor. Nou, ik zeg altijd, angst is een hele slechte raadgever, maar we moeten niet naïef zijn. En wel reëel zijn en ook willen investeren. Veiligheid is echt een kerntaak van de overheid. Ik neem aan veilig en stabiel houden van Nederland. Ja, van harte mee eens is. Kerntaak van de overheid, ook een absolute randvoorwaarde om überhaupt vrij te zijn, onderwijs te genieten, van zorg gebruik te kunnen maken. En dat hebben we de afgelopen decennia wel een beetje als vanzelfsprekend gevonden, dat die veilige en vrije omgeving in Nederland er was. Ik denk dat we anno 2017 kunnen vaststellen dat het niet vanzelfsprekend is en dat we dus permanent moeten willen investeren. En volgens Dick Sandé, hij is defensiespecialist van Klingendaal, moet er vooral meer geld naar de krijgsmacht. We leven in een wereld die steeds onveiliger wordt. We hebben onrust aan onze oostgrenzen van Europa. We hebben instabiliteit aan de zuidgrenzen, het Midden-Oosten, Afrika, Islamitische Staat, denk daaraan. En bovendien hebben we een nieuwe president in de Verenigde Staten die vindt dat Europa meer voor zijn eigen veiligheid moet gaan zorgen en dus ook meer inspanningen moet leveren. Er zal meer geld naar defensie toe gaan, maar de vraag is of wat men thans voorziet voldoende is. Minister Hennis heeft gezegd, er moet eigenlijk 2,5 miljard per jaar bij wil de krijgsmacht op orde worden gebracht, maar ook gemoderniseerd worden. En de partijprogramma's, als je die zo ziet van de politieke partijen, dan kom je toch op een lager bedrag uit. We hebben te lang hebben we de inspanningen verlaagd en hebben we bezuinigd. Er zal nu meer geld bij moeten en de inspanningen moeten omhoog. Hoe zit dat, mevrouw Hennis? We komen op lagere bedragen uit als we de partijprogramma's bekijken, wordt hier gesteld. Nou, de heer Zand heeft natuurlijk helemaal gelijk. Er is de afgelopen decennia eigenlijk fors bezuinigd op de krijgsmacht. Gelukkig hebben wij de afgelopen kabinetsperiode weer geïnvesteerd in defensie, stap voor stap. We zaten in een hele moeilijke periode toen dit kabinet aantrad, een financiële crisis. Dus er was weinig ruimte om ook grootschalig te investeren. Maar toch, we hebben bijna 900 miljoen euro aan de defensiebegroting weten toe te voegen. Wat je nu ziet is dat er veel partijen, inclusief de VVD, aangeven. We moeten echt fors investeren in die krijgsmacht, omdat er een paar echt opvallende tekorten zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om het vervangen van fregatten, jachtvliegtuigen, panzervoertuigen, dat soort dingen. En daarvoor is geld beschikbaar gesteld. Ook in het VVD-programma 1 miljard. Dat zijn geen apennootjes.
We zeggen er gelijk bij, we realiseren ons allemaal dat ook na die 1 miljard er wederom geïnvesteerd zal moeten worden. En dat is ook conform afspraken binnen de NAVO. Waar gaat dat als eerste heen dan? Nou, dat gaat om, ik noemde net al de investeringstekorten, maar er is ook zoiets als de operationele gevechtsondersteuning. Dus dan moet u denken aan logistieke ondersteuning, medische steun, vuursteun, dat soort zaken. Ook daar zijn grote tekorten. Ja. Maar de krijgsmacht moet ook moderniseren, hè, moet zich voorbereiden op een nog betere positie in het cyber- en informatiedomein. Ja, en moet iets ook, wat ook natuurlijk worden veel uitgebreid, omdat we steeds meer gelijktijdig moeten opereren in eigen land, dichtbij Nederland, maar ook ver van Nederland af. Nou hebben ze in Zweden de dienstplicht weer ingevoerd. Annico, spreekt dat jou aan? Zouden we dat weer moeten doen hier, verplicht maken? Nou, dat weet ik niet helemaal. Ik ben heel blij dat ik niet in jouw schoenen sta, want het is natuurlijk voortdurend strategisch schaken op een soort wereldschaakbord. Ja. Dat lijkt me heel erg moeilijk, maar ik vind wel dat wij gewoon hier in Nederland moeten staan voor waarde. En ik vind het ook heel bijzonder dat wij in Nederland kunnen meehelpen aan de veiligheid in de wereld. Ja. Dus, wat moet een volgende minister van Defensie absoluut doen om de veiligheid van Nederland te garanderen? We moeten ons goed realiseren dat we het nooit alleen doen. Altijd deel uitmaken van een groter geheel van de Europese Unie, maar vooral de NAVO. Verder investeren in onze eigen krijgsmacht, maar ook in die verdergaande samenwerking. Ja. Mark, je moet ingrijpen, want de muziek loopt en we moeten afronden. Ja. Wat mag je daar doen in de camera? Want straks hebben we het met presentatrice Annico van Zanten over de veiligheid in ons land. Want uit de cijfers blijkt dat Nederland iets veiliger wordt. En je kunt niet zeggen, alleen op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat we de strijd tegen de misdaad aan het winnen zijn. Ja, dat zometeen na het NOS-journaal, gepresenteerd door Simone Meijmans.